Ja, dan denk ik aan dat gedichtje dat ik moest voordragen. Hey molentje, molentje hoog in de wind. Wat sta je weer dapper te draaien? Het is of je het uiterst noodzakelijk vindt het licht van de zomer te maaien. Nou, daar kreeg ik dus een 9 voor, hè? Ja, maar ik was dus de grootste belhamel van de klas. Hoe tegenstrijdig. En het liedje dat nu komt, van dat liedje is geen woord verzonnen. Dit is allemaal waar gebeurd. Sorry, meester molenaar, ik ben misschien wat laat. Maar u begrijpt me vast wel dat het vaak zo gaat. 60 jaren vroeging en dan wordt het echt de spijt. En dan zoek je naar vergeving, anders raak je het niet kwijt. Dus sorry, meester molenaar, ik was bepaald niet braaf toen u mij les ging geven, zo jong en nog zo gaaf. Het onderwijs was in die tijd gewoon nog naar behoren, want Dennis Wiersma die was nog niet geboren. De mensen waren nog beleefd, het ging zoals het was. Dus ik met al mijn drukte, dat kwam niet zo van pas. Wat moest ik met mijn energie, ik vond de school heel leuk. En de klas lag regelmatig in een deuk. Maar u niet, meester molenaar, mijn propjes vlogen rond. En nergens was een pleister die paste op mijn mond. Het geraamte in de hoek was met mij niet zo tevreden. Het is dat het al dood was, anders was het overleden. Ik stopte er sigaren in en niet alleen van boven. Maar ook de streek rondom het bekken moest eraan geloven. Voor in de jaren 50 heel revolutionair, maar volgens u vooral heel ordinair. Het voelt als eeuwenlang geleden, maar hoe lang geleden moet het zijn voor een excuus? En al mijn keren op de gang en veel te laat naar huis, u hield het niet meer vol en kwam toen bij ons thuis. Mijn ouders waren vol begrip en schaamden zich kapot. En een bonus op mijn zakgeld was hun bod. Alleen was dat wel zwijgeld, want ik moest er iets voor doen. Mijn kaken op elkaar en een beetje meer fatsoen. Dan kreeg ik op mijn gulden nog eens 25 cent. En elke week een kwartje meer, als je maar rustig bent. Zelfs dat is nooit gelukt. En lieve meester molenaar, toen was niet het geraamte, maar u dus de sigaar. Daarvoor nogmaals sorry, en hoe aardig zou het zijn, als u weet dat wat ik nu doe, ik toen dus deed in het klein. Ik zou u willen vragen, kom nog eens bij me kijken. Dan kunt u mijn geklets misschien met vroeger vergelijken. En als u niet meer leeft, dan weet ik van tevoren dat u mij net als toen niet meer aan kunt horen.